Goedemorgen op onze laatste dag in Kroatië. Ja, korte daagjes. Het zit er alweer bijna op. We gaan bijna de grens over. We zijn een korte periode in Kroatië geweest. Drie volle dagen geweest. En wat we hebben gezien was echt super mooi. Wel van alles een beetje, toch? Ja, we hebben de natuur opgezocht, de steden. En een kustplek. En een kustplekje, dus voor ons gevoel een goede indruk van het land. Ook al hebben we echt heel weinig gezien natuurlijk. Het is een vrij groot land. Maar voor ons was dit weer genoeg. Kroatië is in dit seizoen in ieder geval geen land voor ons. Dat kunnen wij gewoon zeggen. Dat hebben we ook al een beetje laten weten. Het is heel mooi, maar het is voor ons nu gewoon niet mogelijk om echt lekker plekjes te staan waar we zouden willen staan zonder dat er iets boven je hoofd hangt. Nee. En dat gevoel houden wij gewoon niet heel erg van. Nee, dat kan toch ook dat je op een bepaald moment iets minder met het land hebt? Zeker weten, dat is helemaal niet erg. Nee. En we hebben, zoals ik al zei, ook moois gezien, maar dat is voor ons ook weer genoeg. Ook is het gewoon echt wel heel prijzig en we hebben het wel vaker over de kosten. Maar dat zijn gewoon dingen waar we rekening mee houden als je lang reist. Ja, nationale parken we dachten €25 tot het plivitie meer zouden kosten. Maar uiteindelijk was dat €40, vertelden onze Nederlandse buren. Die zijn er wel geweest per persoon. Ja. Ja, dat vinden wij gewoon niet de moeite waard. En dat was ook niet de moeite waard wat hun ons vertelden. Dus dat bevestigde ons gevoel ook wel een beetje. Dus dat is ook wel goed om te horen. Het is gewoon veel te druk. En ik denk dat je buiten het seizoen hier heel mooi kan reizen. En dat het dan een betere plek voor ons was geweest ook. En volgens mij betaal je dan ook minder misschien. Zeker. Na september betaal je volgens mij ook al €25, maar nu is het €40. Dus. En dat zie je met al die nationale parken. Dat is gewoon een beetje gek om de natuur te bekijken, om zoveel te betalen. Ja. Daar houden wij niet van. Maar je ziet iets anders voor ons wat we bij €40 voor betalen. Absoluut, dat doen we liever in andere dingen. En wij hebben nu alsnog het Nationaal Park opgezocht. Alleen Paul daarnaast een hele mooie wandeling gemaakt. En ja. Dan denk ik van ja, je hoeft helemaal niet die dure plekken te hebben om nog steeds de natuur te zien. Nee. En dat is hier ook helemaal niet nodig. Maar we hebben alsnog lekker een dagje in het wild gestaan. En zo'n parkeerplek is prima mogelijk om te reizen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook zich minder druk om maken dan dat wij het misschien doen. Maar het gevoel dat er zo'n boete boven je hoofd hangt of weg wordt gestuurd, ja, dat kennen wij nog niet. En dat nee, gaan we liever ook niet kennen. Gaan we liever uit de weg. Ja. En we zijn op doorreis, dus het is nog steeds een prima route geweest. Ja, vind ik ook. Gisteren hebben we de route al even laten zien natuurlijk. We staan hier al aan de grens van Slovenië en dat is onze volgende bestemming. Gaan we ook lekker doorheen rijden. Een dorpje hebben we eerst wat even gaan bekijken, een uurtje hier vandaan. Dus we zijn echt al zo wat op de grens. Als het goed is, moet de controle meevallen. In ieder geval, daar ga ik nu wel van. Ja, dat moet beter worden en soepeler hoe dichter we in het midden van Europa komen, zou je zeggen. Ja. En dan gaan we nog ook naar de hoofdstad en dan gaan we even een stukje mooie natuur opzoeken. Ja, in de bergen. Ja, in het noorden kom je natuurlijk echt wel weer in de Alpen. De Julische Alpen zijn dat volgens mij. Ja. Hopen we wel wat van te zien. Dus het wordt weer een mooie reis. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. Een leuk weekje. We hebben wel een vignet gekocht, want die ben je nodig. Op alle snelwegen en autowegen, dus dat willen vermijden wordt een beetje lastig. Ja, nee. Is niet makkelijk toch? Ja, zeker. Dat is gewoon te doen. Dus we hebben weer een paar mooie kilometers voor de boeg vandaag. En dan gaan we een stukje rijden. Ja. We zijn in Slovenië en we zijn in Kosevje. Zoiets? Kosevje. En het was een leuke grensovergang. Ja, heel bijzonder. Google Maps stuurde ons weer via de meest afgelegen boerenweg naar een grensovergang over een rivier. En zat gewoon helemaal niemand. Het was een houten bruggetje. Een houten bruggetje inderdaad. En het was wel twee hokjes, maar er was gewoon niemand. Het was wel een post inderdaad. Maar dat was de eerste grensovergang waar we eigenlijk helemaal niks hoefden te doen, niks hoefden te laten zien. Want er was gewoon helemaal niemand. Zo hoort het toch? Dus daar wennen we weer aan, dat is ook wel fijn. Ja. En we zijn in een klein dorpje gestopt, want het is een beetje op de route. En we willen gewoon ook even kijken. Misschien even een bakker opzoeken. Voor de rest hebben we niet heel veel te zien, maar we gaan gewoon even een rondje door het centrum lopen. Ja. Volgens mij is er een leuke kerk of een mooie kerk. En het is best wel een oud stadje volgens mij. Het is ook echt wel lekker weer, niet te warm, niet te koud. Nee. 22 graden. Zeker ja. En het is een hele mooie omgeving, want er zitten hier heel veel mooie bossen. Er leven hier ook heel veel beren in de omgeving, in het zuiden van Slovenië. De rest is gewoon heel erg heuvelachtig en ziet het er in ieder geval heel mooi uit. Ja. Nou, deze bergen rijden we dus continu eigenlijk zo'n beetje doorheen. Echt de kleine boerenweggetjes eigenlijk. Super mooie omgeving, joh. Echt bosrijk. Ja.
En er loopt hier ook echt een rivier dwars door de stad. Best wel een mooie rivier, een paar mooie bruggetjes. En aan de andere kant hebben we dan volgens mij een leuke kerk die ik wel even wil zien. Het water staat ook zo hoog. Ja, en het stroomt niet heel hard. Nee, dat niet. Maar daar is de kerk ook al. Die steekt er wel bovenuit. Oh, wat een ding, ja. Heel groot. Dus even kijken of we contant kunnen pinnen. Ja, want het is wel handig als we nu kunnen weer overal met euro's betalen. Ja, kon in Kroatië ook al, maar waren we iets te laat achter. Gelukt. Wel weer 4 euro of 3,95 erbij, maar ik denk dat dat niet minder wordt. Ook niet omdat we in de hoofdstad weer gaan zoeken. Ja, we hebben nou een mooi groot bedrag gedaan en dat kunnen we even vooruit, toch? Ja. Ik denk dat het gewoon altijd is als je een buitenlandse pas hebt. Ik weet het niet. Ik kan me niet herinneren in Frankrijk is dat het altijd zo was. Nee. Of Italië. Frankrijk Italië niet. Nee. Italië, nou wel. En de steden echt wel, hè. Ja. Oh ja. Ja. Hier staat al een grote vriend, de beer. Staat er wel een beetje bekend om dit gebied. Dit is de Kochevsko-regio is het ook. Heel veel dieren. Foxen, linksen, beren, wolven. Foxen, zei ik dat? Vossen. Vossen. En hier is de kerk ook al. Echt een grote, twee grote torens. Een van de weinige bezienswaardigheden hier echt, toch? Volgens mij is er weinig te zien in deze stad. Mooi. Los van wat kastelen rondom, maar dat, ja, dat gaan we niet komen. Nee. Maar deze kan je wel zien vanaf het water volgens mij, van de andere kant van het water. Ja, is wel cool. Ja. Vanaf deze kant gaan we in ieder geval niet mooi op in beeld krijgen. Het is te dichtbij, misschien kunnen we er inderdaad omheen lopen. Hij is wel open, eens kijken of we een blik mogen wagen binnenin. Er staat hier verder niks, hè. Die is mooi. Er is helemaal niemand. Zo, nu werpen gewoon een blik, nu het kan. Het voelt een beetje raar, hè? Ja. Je moet ook altijd zo zachtjes praten in de kerk. Ja. En dan weten ze niet dat we er zijn. Heel gaaf. Het glas en lood ook, ja. Dat is mooi gemaakt. Het glas en lood vind ik altijd echt zo mooi. Groot orgel er ook. En het is dus de rivier de Rinza. Geen idee hoe je die letters nou uitspreekt waar zo'n dakje op staat eigenlijk. Nee, maar dat weet ik ook niet, nee. Zeg het wel dat alles verkeerd. Ja, dit is wel zo goed als we hem gaan zien. Ik vind hem wel mooi. Ik ook. Gaan we nou even bij de bakker kijken. Kijk, die is gewoon van 5:30 ochtends tot 10:00 avonds open. Zo. Dat zijn nog eens openingstijden. Ja, niet gewend. Kijk, ze hebben nog brood. Brood in de house. Moeten we gepint hebben? Ja, kon je al niet pinnen. Kon je hier al niet pinnen? Nee. Hij ziet er wel goed uit, echt een bruine. Ja. We zijn er net op tijd weg. Hij luidt nu weer. Zou ze dat hard klinken binnen? Denk het wel. Kijk, hij ook dood in al die stilte als je daar staat. Ja. Meer hebben wij eigenlijk niet te zien. Ja, ja. Er is ook niet zoveel te zien. Nee, het is gewoon het eerste dorpje dat we tegenkwamen, toch? Nee, dat is een stadje. Ja. Er is nogal meer, maar dat is wat te ver lopen. We hadden voor vandaag ook niet heel veel bijzonders gepland. We hadden gewacht dat de grensovergang al langer zou duren ook. Ja, daar moet je gewoon altijd van uitgaan, toch? Ja, inderdaad. Dus we hebben nog wel een heel stuk te gaan, want we willen slaapplek zoeken bij Ljubljana. Ljubljana. De hoofdstad, ja. Dus daar zoeken we ergens rustig slaapplek. We gaan nog wel even een stukje rijden zo, denk ik dan. Ja, je kan altijd wel tegenkomen natuurlijk. Ja, we komen nog wel langs mooie plekken. Even een lekker broodje eten zo, ik ben wel benieuwd. Vers brood. Ja. De busje staat wel op een mooi plekje, ook aan het water. Het lijkt wel een waterval daar. Waar? Ja, daar boven, onder die brug. Oh ja. Dus ik wil ook nog eens even kijken. Stuwdam. Stuwdam. Het is toch echt een soort dam? Hij kan omhoog volgens mij zo te zien. Ja, ik dacht dat ook eens zien. Jij weet dat, hè? Een echte dam. Prachtig. Nou, je hebt wel gelijk, hij kan omhoog en omlaag. Dus. Ja, ik begin het al wat te herkennen. Ja. Meer is er voor ons nu niet te zien in Kochevsko. Dus we gaan nog even een broodje eten. En dan gaan we. Volgens mij is het nog wel 1,5 uur rijden, zowat. Ja. Maar een brood eten wanneer die net uit de bakkerij komt, is toch wel echt het best. Heerlijk. Lekker, hè? Turiak Camperstop. En ze hebben gewoon een leegput. Dat is lang geleden. Dat we dat hebben gezien. Alleen het water schijnt het niet te doen, hè? Nee, die kranen zien er niet werkbaar uit. Nee, je moest het anders betalen. Oh. Kijk, drinkwater. Drinkwater.
Pepsi? 50 cent. 50 cent per liter. Nou, voor dat, 50 liter. Over 50, ik denk al. Dat schiet wel. En je hebt hier dus ook stopcontacten. Ook een leeg station voor je cassettetoilet. Handig. Als het werkt. Jammer dat het water het niet doet. Water zoeken we dus ergens anders nog wel. Maar het is toch fijn dat we deze put kunnen gebruiken. Hoeft niet in een normale put te gaan, want meestal doen we het gewoon in een put bij een tankstation of zo. Zo, hij weer leeg. Ja, nog een klein drie kwartier rijden en dan zijn we er als het goed is. Ja. Goede wifi is heel schaars voor ons. Dat zien we niet zo vaak. Dus zijn even gestopt in een dorpje waar we doorheen reden. En daar kwamen we net een mooi wifi-punt tegen. Ja. Dus we kunnen hier onze editprogramma's weer even updaten. Onze telefoon-apps weer updaten. Robinson downloaden. Want Expeditie Robinson is weer begonnen natuurlijk. Vorig jaar keken we dat ook in de bus. En toen waren we in Noorwegen. Dus Finland, ja, in die tijd. En ja, dat vinden we heel leuk om te kijken. Dus ja. Kunnen we die met Videoland downloaden. Kunnen we die lekker s'avonds kijken. Nou, voor de rest... gaan we hier straks ook maar gewoon eten koken en zoeken we later wel een slaapplekje op. Zijn we daar ook mooi laat. Ja, dat is ook beter. Precies. Ja, dat is ook maar een kwartiertje rijden en dan hebben we ook geen last tot we ergens staan waar het niet mag. Want je mag hier ook in Slovenië ook weer nergens wild kamperen. Nee, dat is eigenlijk net zo streng. Dingetje. Ja, dat blijft toch wel zo'n dingetje. Dus morgen de hoofdstad en dan zoeken we gewoon een plekje dichtbij. Die is ook omgeven door een natuurpark, dus mag je ook niet overal staan. Maar we hebben wel een plekje gevonden waar we terecht kunnen bij een kerk volgens mij. Ja. En dan in het noorden van Slovenië hebben we daar ook wel weer ons één nationaal park waar we een mooie wandeling willen maken. Daar moeten we ook even een beetje tussen de plekjes doorzoeken. Er is daar ook maar één nationaal park in Slovenië. Inderdaad. En die is ook mega groot. Ja. Dat willen we wel bezoeken. Dus ja, daar werken we gewoon een beetje omheen, om die plekjes natuurlijk. Dus we staan hier nog eventjes. Het is ook alweer eind van de middag. Als de dingen klaar zijn, gaan we hier gewoon ook even eten maken inderdaad. Dan, ja. Lekker toch? Kan prima. Lekker rustig aan. We staan hier mooi. En een van onze favoriete maaltijden is toch zeker wel de taco's. Die maken wij helemaal zelf. En bij gebrek aan tacoschelpen maken wij de wraps. De tacoschelpen ook zelf van wraps. We maken hier drie toppings voor. Eén salsa, die maken we van ui, tomaat, knoflook, een beetje peper en zout en wat citroensap. En een guacamole van avocado en ook een beetje knoflook, peper en zout. En nog een heerlijk yoghurtsausje met een scherpe piripiri saus er doorheen. En voor de kip gebruiken we heerlijke kruiden die we gewoon kunnen vinden. Maakt niet zoveel uit, alles is goed. En de wraps die snijden we door de helft en die doen we even op de kop in onze oven, over het ovenrooster heen. Even 10 minuutjes in de oven en dan worden die redelijk hard. Niet zo hard als tacoschelpen, maar dan zijn ze nog lekker zacht om te eten. Beetje bosuil erover om af te maken en we hebben echt een heerlijke maaltijd. We kunnen er ook nog wel eens aardappels of rijst bij doen, maar vaak zitten we hier meer dan vol van. Nou, zet ze maar op tafel. Ze zien er echt fantastisch uit. Ja, ze zijn goed gevuld. Ja, heerlijk. Van alles net wat meer extra. En dat kan je absoluut niet charmant eten. Dus eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. En we gaan even Robinson kijken, denk ik. Ja. Dat was weer heerlijk. Zeker onze favoriete campermaaltijd. Los van de camper, ook mijn favoriete maaltijden, denk ik. Kost even tijd, maar... Het is heerlijk. Het is echt lekker, ja. Absoluut. De busje is weer opgeruimd. En we gaan even een stukje rijden. Het is alweer bijna donker straks. Dus gaan we kijken of die slaapplek bij een kerk is, het, of dat bevalt. Ja. En of we daar kunnen staan. We hebben niet heel veel keus. Nee, we hebben niet veel keus hier. Dus we gaan ervoor. En het is alweer donker bij aankomst, maar dit moet het zijn, een plekje voor de nacht bij een kerk. Kerken doen het vaak wel goed, dus het moet goed komen. Hier staan we prima en morgen gaan we toch vroeg de stad in. Het schijnt dat hij wel vaak belt, maar goed, dat nemen we voor lief. Bedankt voor het kijken, doei doei! Doei, doei.